zelf. Ik geniet ervan. Waar geniet ik de laatste tijd minder van? Marco van Basten. Die man wordt een beetje vervelend. Vorige week zei in de uitzending live op tv dat hij heeft aangeboden Brobby te helpen met het spit zijn. Hij klaagt vaak. Oké, Brobby heeft geen neus voor de goal. Ik heb hem zelfs aangeboden. Hij heeft het afgewezen. En dat komt een week later, Sean van der Heuvel. We moeten nog even ervoor duidelijk zeggen van, en het publiek ging hem op Brobby door deze mening van, hè, hoezo wil je niet geholpen worden door een van de beste spitsen ooit? Drie Ballon d'Ors, dit, dat. Brobby loopt naast zijn schoenen, hij is te arrogant. Precies. Hij krijgt dat over zich heen. Ja. Wat blijkt, een week later, Sean van der Schip zit naast Marco van Basten. Hij zegt, hé, het verhaal is gegaan als volgt. Mm-hmm. Ik kwam bij Ajax. Marco van Basten zei, hey, Brobby zus zo. Kritiek. Hij zei tegen Marco van Basten, hey, wil jij hem niet gaan helpen? Zou jij niet met hem willen zitten? Ja, nu Sean van der Heuvel gaat naar Brobby en zegt, hey, zou jij met Marco van Basten willen werken? Brobby zegt, ja? Ja. Ja, van het schip, ja. Ook zeg van de Heuvel, Sean van het schip. Ja. Hij gaat naar Brobby en zegt, zou jij niet met Marco van Basten willen werken? Brobby zegt, ja, let's go. Heb ik zin in. Enthousiast. Iemand toch, hij was blij. Natuurlijk, legend. Ja, die ben blij. En dat gaat Sean van der Heuvel, Sean van het schip, terug naar Marco van Basten. Zegt Marco van Basten gewoon, hey, ik heb er geen zin meer in. Ik wil gewoon niet. Gewoon zo, ik wil niet. Dus nu, Sean van der Heuvel. Oh, man. Sean van der Heuvel, die Tory irriteert je. Daarom, man. En het moet je ook irriteren. Sean is gewoon van, joh, maar fucken met jou. Want eerst zeg je wilt wel, nu weet je ineens niet, bla bla. Nu Marco van Basten zegt, weet je wat? Ik wil wel met hem praten. We gaan niet werken aan voetbal. Het gaat ook niet over voetbal. Maar hij mag in mijn kelder komen zitten, gaan we praten. Toen zei Sean van, hey, laat het zitten. Ik ga dat niet eens aan Brobby aanbieden. Ja. We laten het gewoon gaan. En zie je hoe iemand met een grote achterban, is een groot persoon. En een grote status. Yes. Iemand status gewoon kapot kan maken. Para. Publieke opinie helemaal tegen je krijgen door één iemand die gewoon een leugen verspreidt. En als je die man zag zitten naast Sean, hij zat zo. Als een bobo. Zijn houding was van, hey shit, ik ben een kleine jongen. Hij is ik word gepakt. Ja, en man. Niemand is erop doorgegaan van, hey, wacht eens even. Normaal aan die tafels maak je kapot, hè. Ja, bro. Niemand. Dus vandaar dat wij het vandaag doen. Ja, man. Precies. Broer, en als ziet Marco van Basten niet, je moet weten, we hebben even beef met je. Wat je al een nigga down zien. Hey. Ja, ik vind al een nigga down zien. Het was spijtig, man. Het was spijtig. En je weet ook hoe het gaat. Negativiteit rent sneller dan positiviteit. Ja. Dus dit bericht van Sean, gaat niet zoveel likes of views bekijks pakken zoals het bericht van Marco. Maar besef je hoe gek het is dat hij heeft gelogen op Nationaal TV. En niemand gaat sorry zeggen ook tegen Brian, bro. Nee, natuurlijk niet. Het is gewoon van, het is gebeurd. Klaar, het is gebeurd. Doofpot, bro. Snap je? En ik wil nog even zeggen, laat Noah Lang lekker juichen hoe die jongen wil. Hey bro. Als die man elke keer 3 keer scoort, 4 keer scoort, hij blijft scoren. En ik weet niet wat het is, welke magic hij heeft gebruikt. Maar sinds die promo van die tune, sinds die promo van Damage, doet hij echt damage. Ja, hey, wat? Nee. Shout out naar zulke boys zoals Noah, man. Ze moeten vooral door blijven gaan met wat ze doen. 100%. Laat iedereen maar lekker praten. Want weet je wat dat ding is? In Nederland is het gewoon van, als je doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Toch? Dus als je al een beetje extra doet, zijn ze boos. Maar weet je wat de grap is? Kijk, Memphis vinden ze extra doen. Mm-hmm. Hij presteert niet. Ik snap dan dat je boos bent. Natuurlijk, ja, snap Noah Lang doet extra, hij presteert. Hij zegt van, hey, als jullie boos zijn, scoor ik nog meer. Goh, word je nog bozer. Je wordt nog bozer. Dit is die lijn. Als je een beetje naar rechts... Nee, man, kom hier. Doe normaal. Dus... Maar dat is ook zeg maar de reden waarom ook geen moer gewonnen wordt met het Nederlands elftal, bro. Ik hoor je. Dit is het, bro. Ik hoor je. Dus ik zeg je eerlijk, in Nederland maken mensen die creativiteit gewoon alleen maar kapot, man. Ja. Zeker, niemand man. Kan zichzelf zijn. De extravagante types worden kapot gemaakt. Iedereen moet gewoon zo recht doorlopen. Ja, man. Bro, al die mannen die creatief willen zijn, iedereen die anders wil zijn, iedereen die muziek wil maken en wil voetballen en dit wil doen en dat wil doen, ga maar lekker doen. Kanye heeft ook alles gedaan wat hij wou. Ja. Een van de grootste mensen ter wereld, snap je? Hij 100%. Heeft kleding gemaakt, hij heeft muziek gemaakt, hij heeft Jesus gemaakt waar heel de aarde op heeft gelopen. En jij vindt, een voetballer moet alleen voetballen en zich focussen op één ding. Ga jij maar lekker focussen op één ding en ga maar... Doe gewoon je ding. Die mannen zijn niet 24-7 aan het voetballen. Hij heeft wat vrije tijd. Hij wil een liedje maken. Laat die mannen lekker een liedje maken. Volgens mij wordt hij de eerste rapper met de nummer 1, man. Damage staat groot op nummer 1. Ja, man. Hij is de eerste rapper met de plaat. Ja, hij zal eerst voetballen.